Hey allemaal, vandaag weer een nieuwe video voor jullie. Deze keer heb ik een video over producten die ik absoluut niet fijn vind, waar ik heel erg in teleurgesteld ben. Omdat ik normaal gesproken namelijk altijd de super blije, mega enthousiaste Charmaine ben. En zeker als het gaat om beauty. Maar er zijn ook wel dingen dat ik echt denk, hoe bestaat het? Het zijn voornamelijk wel meer beautyproducten. Ik heb toevallig één haarproduct, maar de rest heb ik laatst allemaal weggegooid. Dus ja, haarproducten zitten er niet echt in, want ik daar natuurlijk heel kritische mensen zelf als kapster zijnde. Maar er komen nu dus een paar producten die ik je echt kan afraden. En misschien is het smaak, misschien zijn het gewoon echt floppers. Maar in mijn geval zijn dit mijn dislikes. Dus hier komen ze. De allergrootste dislike. Die me ook best wel wat geld kostte, dat is deze kwast. En op het eerste gezicht zou je denken, oh fijne kwast, leuk ding. Hij is namelijk van Make-up Studio, dus ook niet echt een merk waarvan je denkt, wat? Maar het is dus een fanbrush, maar misschien dat je het al een beetje kan zien. Hij is sowieso heel erg, ja, niet echt in vorm. Het steekt overal haren uit. En hij is zo ontzettend hard. Ik kan hier echt helemaal niks mee. Ik zocht destijds, en hij valt ook heel erg uit trouwens. Destijds zag ik een video van Nikki Tutorials dat ze met een fanbrush zo haar highlighter aanbracht. Dacht ik, ja geweldig, ik wil er ook zo een. Toen had je deze van Make-up Studio nog een duurdere variant. Deze was volgens mij ook iets van 22 euro, dus dat is ook best wel duur. En toen zei mijn moeder van, ah, koop eerst maar gewoon deze, dan kan je altijd nog die andere kopen. Nou, ik vind deze kwast echt vreselijk. Het is net alsof er niks op de kwast komt. En ik blijf de hele tijd zo doen en het lukt gewoon niet. Als het goed is, is het nummer 8. En dit is echt mijn minst favoriete kwast van de hele wereld. Deze kwast ga ik hierna denk ik ook gewoon maar weggooien. Want ik vind het echt een baggerding. En ja, ik weet niet of die überhaupt nog bestaat. Maar ik kan er helemaal niks mee. Misschien dat het gewoon is omdat ik hem te klein vind. Of te hard of te zacht. Ik weet het niet. Maar ik vind hem niet fijn. Absoluut niet. Dan heb ik een product. Dit kreeg ik laatst van een vriendinnetje van mij als cadeautje in een setje. Ik kreeg er een douche gel bij en deze volgens mij. Toen dacht ik, oh lekker handcreme van Nivea. Ik weet niet of je hem ook los kan kopen. Maar oh my god, er zit hier veel parfum in. Even kijken als het ook echt zo is op de ingrediëntenlijst. Nou, weet je wat het was? Ik ben natuurlijk kapster, zoals jullie weten. En ik heb regelmatig, momenteel absoluut niet trouwens, sinds ik weer geswitcht ben van andere handschoenen voor verven en wassen. Ik kan namelijk niet tegen poederhandschoenen, ben ik achtergekomen. Dus ik gebruik poedervrije handschoenen. Heb ik vaak heel erg veel rode bultjes hier. Oh, als je trouwens wil weten waar dit van is, moet je even de vorige video gaan kijken. Daar vertel ik je er alles over. Is verder niks ernstigs. Maar goed, heb ik hier vaak best wel een beetje rode plekjes. Momenteel heb ik hele droge handen ook, maar ik durf niet echt te veel te smeren op het moment. Maar dit is best wel een beetje droog en ja, dat bijt af en toe best wel uit. En toen smeerde ik deze crème erop. Ik dacht echt serieus dat mijn handen in de fik stonden. Het was echt zo pijnlijk. En sinds die tijd durf ik dit eigenlijk gewoon niet meer te gebruiken. Dus het is echt gewoon, ik weet niet of dat mijn handen zo kapot waren dat het gewoon echt gewoon niet goed meer was. Maar of er zit hier echt mega veel alcohol in. Nou, ik zie wel dat er alcohol in zit en heel veel parfum. Want het doet echt heel erg zeer. Ik heb echt zoiets van, dit moet voedend zijn en niet uitdrogend. Dus sorry Nivea, je aftershave balm is geweldig. Maar dit stelt me echt zwaar teleur. En Fem, het is een super lief cadeautje. Maar ik kan er niet zo goed tegen. Dan heb ik hier een setting spray van Maybelline. En toen ik deze in de winkel zag, dacht ik, wat? Yes! Een nieuwe setting spray, een budgetmerk. Yes! Altijd al gewild. Ik weet niet of er iets mis is met mijn verpakking of dat het niet goed is wat erin zit. Maar ik krijg hier hele rare witte plekjes van op mijn gezicht. Als ik hier gewoon een spray op mijn gezicht zet, is het een hele harde spray. Volgens mij zit ook best wel wat alcohol in, heb ik het idee. Even kijken of hier nog ingrediënten op staan. Hij is wel olievrij, maar ik kan niet echt een ingrediëntenlijst vinden volgens mij. Nee, maar ik gok dat hier best wel wat alcohol in zit. Waardoor dat best wel heel erg een harde spray is. En ik krijg, als het dan opgedroogd is, allemaal soort witte puntjes waar die spray is geweest. En ik weet niet of dat het misschien een combinatie is met mijn foundation dat ik dat krijg. Of dat het gewoon door die spray zelf komt. Of door de alcohol of een bepaald bestanddeel. Maar ik zit niet te wachten op witte sproeten op mijn gezicht. Dus sorry Maybelline, je bent een fijn merk. Maar deze vind ik echt verschrikkelijk. Wil je nou een goede setting spray? Urban Decay Make-up Setting Spray is mijn absolute favoriet. Deze geeft geen witte puntje. Dan gaan we verder met Sleek. En ik vind Sleek geweldig. Geweldig oogschaduw, mooie lipsticks. Maar dit ding
Misschien dat het gewoon mij niet staat persoonlijk, maar ik heb deze ooit gekocht op de Beauty Loss Party. Dit is namelijk de Mad Me van Sleek in de kleur Birthday Suit. En op het eerste gezicht zou je denken, wauw, wat een mooie nude kleur. Nou, echt, of het staat gewoon niet op mijn huid, maar sowieso vind ik hem heel droog. De applicator en de substantie zijn heel apart. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een hele foute nude kleur, heel grijzig. Ja... Nee, ik vond het gewoon niet mooi. Ik weet het niet. Het is gewoon echt niet mijn kleur. En dat vind ik echt jammer, want ik vond het echt een leuk idee. Ik denk, leuk een matte lipstick, maar... Nee, het is niet mijn ding. Dan heb ik er nog eentje. En deze heeft me ook aardig wat geld gekost. Dit is eentje van Jared Cosmetics. En het heeft een super toffe verpakking. Je zou ook denken dat de kleur... Tenminste, op foto's vond ik de kleur heel erg mooi. Maar in werkelijkheid is het echt een hele... Ja... Foute nude kleur, hele matte, vieze substantie. Ik vind het echt een afschuwelijke kleur. Het is de kleur ijsmokka en op foto's zag hij er echt super mooi uit. Ik hou wel een beetje van dat meer, een beetje zo'n mosh pit van Colourpop tintje. Maar deze vind ik echt verschrikkelijk. En deze kost iets van 21 euro of zo. Dus ik vond het ook nog echt super duur. Misschien dat je het nu wel beter kan zien. Het is echt zo'n hele vieze bruin tint met een beetje een koele gloed. Ja, ik weet dat ik ben normaal gesproken echt super enthousiast. Maar ik ga nu ook echt gewoon eerlijk zijn. Voor 21 euro vind ik dit echt een afschuwelijke kleur. Dit is wel het eerste product wat ik heb gebruikt van Jared Cosmetics. Dus het zou best wel kunnen dat andere kleuren wel mooi zijn. Ruby Slipper is het volgens mij. Lijkt me ook een hele mooie kleur. Maar deze kleur vind ik echt verschrikkelijk. Sorry, Jared Cosmetics, je hebt mooie spullen, maar deze vind ik echt vreselijk. Ze zijn trouwens wel dierproefvrij. Ook wel leuk om te weten. Dan gaan we over naar de laatste twee liquid lipsticks. En deze kocht ik op het I Love Beauty event waar ik met Laurie heen ging. En ik zag deze twee kleuren en ik dacht, wat zo tof. En ik had hier zoveel goede dingen over gehoord. Het zijn namelijk de LA Girl Flat Finish Pigment Glosses Matte. De ene kleur is paars, de andere is een beetje roze, een beetje roze-rood, waar ik heel erg van hou. Dit zou echt een geweldige kleur voor mij zijn, ik hou hier namelijk ook heel erg van. En een hele donkere paars. Toen ik ze voor de allereerste keer op had, toen deed ik deze kleur op. Ik ging gelijk het artikel teruglezen van Vera, dat zij deze had getest en dat ze deze kleur echt heel lelijk vond. Heel slecht dekkend ook. Je kan het van veraf niet heel goed zien, maar je ziet zeg maar dat hij heel vlekkerig is. En dat komt blijkbaar gewoon door het pigment in de kleur, waardoor die gewoon echt heel lelijk dekt op je lippen. Je krijgt helemaal gaten erin en ik vind het echt vreselijk. Ik wil gewoon een egale kleur en helemaal niet van die rare vlekken op mijn gezicht. Dus deze kleur is trouwens de kleur Black Currant, is verschrikkelijk. Deze kleur daarentegen is wel heel erg mooi. Heb ik ook een keertje opgehad. Toen ging ik volgens mij naar de pedicure. En ik had hem op. En de kleur is hartstikke mooi zoals je kan zien. En ik had hem op. En mijn lippen plakten zo erg aan elkaar. Je kan het in een vlog terugzien. Ik zal het linkje van de vlog wel even hieronder zetten. Daar zie je gewoon dat mijn hele lip zo... Zo echt gewoon aan elkaar vastzitten. En niet omdat het plakkerig is. Maar het is zo droog dat het gewoon helemaal aan elkaar gaat kleven. En weet je, ik zit er gewoon niet op te wachten. Ik wil gewoon mooie matte lippen waar ik gewoon nog normaal mee kan ademhalen. En Rebel is echt een leuke kleur. Maar ook Rebel heeft me zwaar teleurgesteld. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat het alleen deze twee kleuren zijn die ik je echt zwaar kan afvragen. Want ik heb ook hele goede dingen gehoord over deze kleurtjes. Maar deze twee gaan zometeen ook gelijk de prullenbak in. Want ik wilde dit gewoon met jullie delen voordat ik ze weggooide. Maar je kan je geld beter besteden. Echt, want voor mij zijn ze ook iets van 6 of 7 euro. Dat vind ik echt nog heel duur. Dus ik vind ze persoonlijk echt niet fijn. En ook al vind ik het heel moeilijk om niet positief te doen. Ik wil dit echt gewoon tegen jullie zeggen. Want koop dit alsjeblieft niet. Het is zo zonde van je geld. En dat zeg ik echt niet vaak. Dan heb ik een product van, je raadt het nooit. Een van mijn favoriete merken, namelijk MAC. En dit is niet dat ik dit product per definitie slecht vind. Want het werkt wel. Maar ik vind het een overbodig product. Het is namelijk Lip Erase. En dit is al een product dat echt al heel lang bestaat. Ik denk dat ik het inmiddels ook echt al dik 4 jaar in de kast heb liggen. Ik heb het wel een paar keer gebruikt. Maar
Ja, je moet het eigenlijk zien als een soort lipconcealer. En het zorgt er eigenlijk voor dat je je lipkleur gewoon wat kan wegwerken. Waardoor je een kleur die je eroverheen aanbrengt wat meer knalt. Net zoals je bijvoorbeeld een wit oogpotloodje onder een oogschaduw doet, knalt de kleur ook meer. Het neemt het contrast eigenlijk weg. En dit potje kost volgens mij iets van 17 of 18 euro. Er zit in 15 milliliter, dus je kan er wel een tijdje mee doen. Maar om heel eerlijk te zijn, pak ik liefst gewoon mijn foundation kwast. Dan doe ik een beetje op mijn lippen en dan is het ook weg. En daarvoor betaal je dan 17 of 18 euro. Ik ga niet gelijk weggooien, maar ik wil wel aan jullie vertellen dat als je oog hierop is gevallen, gebruik gewoon je foundation. Het is net zo makkelijk en hoef je ook niet zo'n heel duur potje te kopen. Het werkt dus wel, maar ja, in het dagelijks leven gebruik ik het eigenlijk nooit. Ik zou het meer gebruiken als een soort concealer of om mijn wenkbrauw weg te werken dan meer als een lip primer. Dus ja, sorry, dit is het niet voor mij. Dan heb ik hier nog een product van I Heart Makeup. En je zou al denken, wat super leuk doosje. Vind je dat echt een afrader? Ik heb hier de kleur Pink Peachy Pink Kisses. En het ziet er inderdaad echt super leuk uit. Het is echt een heel leuk hartje, een mooie blush. Maar er komt niet echt veel kleur vanaf. Het is voornamelijk gewoon een roze waas. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk, het is heel licht, zoals je kan zien. En ja, of hij is gewoon te licht. Maar ik kan hier echt helemaal niks mee. Want deze kleur bijvoorbeeld is weer wat... Want dit stuk van de blush is weer wat donkerder. Maar op mijn vinger is het ook weer echt super licht. Dus ja, hoe leuk ik de verpakking ook vind, in gebruik vind ik hem eigenlijk helemaal niks. En dit is dus geïnspireerd op die van Too Faced. Die heb ik dus niet getest. Dus ik weet niet of dat die wel veel pigment hebben. Maar hoe leuk ik de verpakking ook vind, vind ik het voor mijzelf in gebruik... ja, ik gebruik het gewoon niet. Ik vind het een leuke verpakking en that's it. En dat vind ik echt heel jammer. Ik vind het wel weer leuk voor bijvoorbeeld een klein meisje of zo die net met make-up begint, die net even een klein beetje glans op de wangen wil. Dan is het wel een heel erg leuk product, maar I Heart Makeup is nou niet specifiek bedoeld voor kinderen. Dus ja, dat vind ik wel een beetje een dislike. Dan gaan we verder met nog een concealer. Dat is namelijk deze. Deze kocht ik ooit een keer op de Beauty Gloss Party. En hij lazert zo de verpakking uit. Oké. Dit is namelijk een groene concealer. En groene concealer, dat wordt gebruikt, ik zal mijn hand er maar even onderhouden, om roodheden weg te werken. Zoals jullie weten heb ik best altijd wel wat roodheden in mijn gezicht, op mijn wangen een beetje. En kocht ik deze concealer dus om te kijken of dat minder zou worden. Je ziet, ik heb hem wel een paar keer gebruikt. Maar ik zou hem tegenwoordig meer gebruiken als schminkkleur dan echt als daarvoor. Want je wordt hier zo'n ontzettend monster van. Echt, je krijgt een hele rare groene waas over je gezicht. Wat gewoon zo fout is dat je echt zoiets hebt van, hoort dit? Nou nee, het is echt lelijk. En ook al is rood groen en rood tegenovergesteld van elkaar, dat is namelijk ook zo in de kapperswereld. Dit werkt gewoon niet. En ik weet niet of dat het nou specifiek deze is, of dat ik het gewoon zelf niet mooi vind, maar je krijgt altijd zo'n vieze monster groene waas eroverheen. Ik vind het in ieder geval echt een dislike. Deze kwam destijds uit de By Beauty Gloss shop. Maar ik zelf kan er echt helemaal niks mee. Dan heb ik nog 4 producten. Allereerst heb ik nog deze mascara van Douglas. En het is een glitter mascara met een hele toffe verpakking. Allemaal van die Swarovski steentjes hier. En hij ziet er echt super tof uit. Douglas echt heel goed gedaan. Hij kwam van de kerst uit. Maar als ik een glitter mascara wil, dan wil ik glitter met mascara. En niet mascara met glitter. Want het is echt, er komt bijna niks van dit borsteltje af. Ik heb deze met de kerst een keer opgehad. Ik moest echt gewoon 10 keer zo op mijn wimpers heen. Voordat ik een keer fatsoenlijk wat glitter op mijn wimpers had. Eigenlijk kon ik het nog beter met het puntje zo doen. Waar je natuurlijk echt heel veel klontjes krijgt. Dan dat ik hem echt opdeed. En ik vind hem echt een super toffe verpakking hebben. Daarom kan ik hem ook gewoon niet weggooien. Hij is gewoon heel erg tof. Maar weet je, ik denk dat het doseersysteem gewoon net even iets te nauw is gemaakt. Want het borsteltje is wel gewoon heel erg fijn. Maar je ziet het ook op het borsteltje. Je ziet, er komt gewoon echt niks op. En dat is echt gewoon heel jammer. Want volgens mij was deze ook nog best wel wat duurder. Ik heb hem gekregen als cadeautje. Maar nee, dit... Ik had het fijner gevonden als er echt gewoon puur glitter op zat. Dan was het gewoon net even iets mooier geweest. Ik heb nog 3 dingetjes en ik ga even over op het laatste make-up dingetje. Dat is namelijk een Minerizer Mineral... Dat is namelijk de Cindy Luminizer van de Balm. Zoals jullie weten, ik zal hem ook even bijpakken.
ben ik groot fan van de Mary Lou melange van de Balm. Een super, super mooie highlighter. Ik wissel hem vaak af met Champagne Pop, omdat ik dat de twee mooiste highlighters vind die ik heb. Of Soft & Gentle van MAC, gebruik ik ook nog wel eens. En Mary Lou melange kocht ik na Cindy Lou melange. Dus ik kocht eerst Cindy en toen Mary. Ik dacht dat Mary heel erg zou lijken op Nars Albatross. Vandaar dat ik zoiets had van ja, maar dat wil ik niet. Want dan koop ik eigenlijk net bijna hetzelfde. Dan koop ik eigenlijk precies hetzelfde product. En dat vond ik een beetje zonde. En toen zag ik bij Nikki dat zij Cindy Luminizer gebruikt. En bij haar was hij echt prachtig. Misschien kwam het door het licht, misschien kwam het door de camera. Ten eerste kan hij bij mij kapot aan. En sindsdien is het sowieso, ik weet niet of je het goed kan zien, maar sowieso best wel een beetje een gehavend zootje. Ik durf hem ook bijna niet recht te houden, zoals je zo kan zien. Zitten er dus allemaal stukjes uit. En ik heb hem al echt 10 keer proberen te pressen, maar hij is gewoon kapot. Dus dat vind ik sowieso een hele grote, heel groot nadeel, want daardoor kan ik hem ook bijna niet gebruiken. Maar ik zal nog even voor jullie swatchen. Hij is wel gewoon echt heel erg, ja, vlekkerig. Oranje roze. En dan denk ik van, het is een highlighter in principe. En dan wil ik gewoon niet dat het zo'n oranje vlek is. Je zou hem bijna nog beter kunnen gebruiken als blush dan als highlighter. Dat doe ik ook nog wel eens als blush. Maar dan vind ik hem weer te glanzend. Dus het is denk ik ook een kwestie van smaak. Maar in het dagelijks leven gebruik ik hem eigenlijk bijna nooit. En dat vind ik toch wel heel jammer. Ik vind de Mary Luminizer wel echt geweldig. En ik vind deze ook leuk qua verpakking. En de Balm is echt een heel fijn merk. Maar deze is het voor mij niet. Misschien komt het omdat ik gewoon net even niet genoeg warmte in mijn huid heb dat dit mooi bij mij staat. Misschien komt het wel omdat het gewoon bij mij kapot is aangekomen dat me dat al teleurstelde. Maar ja, ik ben hier gewoon niet zo heel erg blij mee. De laatste twee, dat zijn allebei beautyproducten, maar wel wat verzorging betreft. Ik begin met deze van Olaas. Ik heb deze wel heel veel gebruikt in het begin. Deze kocht ik namelijk een keertje bij de Action. Toen dacht ik, oh super, dat is van die cremige oogmake-up remover. Geweldig. Oh my god, ik kreeg hier zo brandende ogen van. Ik snap ook niet waarom ik het zo lang gebruikt heb. Dat ik op een gegeven moment net niet tegen een oogontsteking aan zat. Wat ik namelijk nog nooit gehad heb. Dus ik had echt zoiets van, dat is niet goed. Er zit hier namelijk behoorlijk wat alcohol in. En dat is echt wel zorgwekkend. Want ja, daardoor branden je ogen gewoon echt super erg. Want kan ik jullie laten zien, het is namelijk gewoon een soort crème. Wat je namelijk gewoon zo over je ogen kan wrijven. Waardoor het loslaat. En je make-up eraf kan halen. Maar ik ben er sowieso geen fan van. Omdat het altijd heel erg brandt. Nou, deze was echt extreem. Zoals je weet ben ik heel erg fan van die van Clinique. Gewoon de oogmake-up remover. Maar deze vond ik echt verschrikkelijk. En hoe fan ik ook van Olaas ben. En hoe fijn ik hun serums ook vind. En hun toners. Ik vind dit echt vreselijk. Als je lekker brandende ogen wil. Olaas, hoort hij ook alweer. Augenmake-up en Svenne. Maar als je gewoon fijn je ogen goed wil schoonmaken. Is die van Clinique een stuk fijner. Al is deze wel weer heel erg goedkoop. En te koop bij de Action. Als laatste en grootste baggerproduct wat ik ken uit het kappersvak. In mijn mening dan. Natuurlijk verschilt dat per persoon. Maar ik vind bij mij in ieder geval dit een verschrikkelijke shampoo. Zoals je weet heb ik op de kappersacademie gezeten. Dat is inmiddels weer bijna een jaar geleden dat ik daar de school verliet. En wij werkten daar met L'Oréal Professionnel. En deze shampoo was toen ik volgens mij begon was net nieuw. En dit is de Mythic Oil shampoo. Mythic Oil is eigenlijk een product waar heel veel olie in is verwerkt. En wat eigenlijk voornamelijk bedoeld is voor alle haartypen. Ik zelf heb best wel een vette hoofdhuid. Ik gebruik ook heel erg graag droog shampoo. Of mijn Dynamic van Sebastian. Dat is dan wel weer even een positief in deze video. Maar heel veel mensen tegenwoordig hebben gewoon een vette hoofdhuid. Ik ben daar niet de enige in. Want gewoon half Nederland loopt er als het ware mee. Misschien komt het door de warmte. Misschien komt het gewoon door mensen hun gezondheid. Of gewoon door de hoofdhuid zelf. Maar dan zit ik niet te wachten op een product waar heel veel olie in zit. Want olie maakt het alleen maar vetter. En doet alles behalve het goed reinigen. Ik heb deze shampoo gekregen voor als kerstcadeautje toen op school. Samen met de conditioner. En ik zal jullie even heel respectloos vertellen wat ik ermee doe. Ik maak mijn kwasten ermee schoon. Want die hebben geen hoofdhuid. Die hoeven niet, heel veel talg te absorberen. Dus deze is heel erg fijn voor mijn kwasten. Zoals jullie zien heb ik hem namelijk al bijna opgemaakt. Hij ruikt wel heel erg lekker.
Maar of L'Oréal had zijn naam moeten veranderen in voor alle haartypen alleen maar voor droog haar of beschadigd haar. Ik vind namelijk voor mensen die ik in de salon had op school voor zeg maar dat hele dikke haar, een beetje het Afrikaanse, Surinaamse, Turkse haar, vond ik deze wel heel fijn. Het masker is ook echt heel fijn. Maar niet voor alle haartypen, want mensen krijgen hier gewoon super vet haar van. We willen geen vet haar, nee. Dus L'Oréal, je bent het gewoon niet. Sorry. Mid-Oil olie is dan wel weer heel fijn. Het masker is ook fijn. Maar, en de conditioner is ook fijn. Maar de shampoo vind ik echt verschrikkelijk. En dat is echt gewoon persoonlijke mening. Bind me er niet op vast dat dat bij iedereen slecht is. Maar ik vind hem niet fijn. Zo. Genoeg negatief gezeik gehad voor vandaag. Dit zijn in ieder geval mijn afraders op beautygebied. Laat me vooral weten wat jouw absolute afraders zijn. Zodat we elkaar een beetje kunnen beschermen. En ons geld voor de goede dingetjes kunnen bewaren. En ja, laat me vooral weten of jij een van deze producten toevallig zelf hebt en wel heel fijn vindt en waarom je ze zo fijn vindt. Misschien dat ik mijn mening dan nog wel aanpas of dat ik eens een keer iets anders ervan ga proberen. Maar ik vond het wel een keer leuk om ook eens een keer gewoon negatief te zijn over dit soort dingen. Dus ik hoop dat jullie het een fijne video vonden, dat jullie het zou gehad hebben. Laat me weten of jullie voornamelijk nog een keertje willen zien. Wel wat verder in het jaar hoor, want ik heb eigenlijk nu alles erbij gepakt wat ik echt super verschrikkelijk vond. Want verder vind ik alles in principe wel fijn. Dus dan wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe natuurlijk even je duimpje omhoog en help mij aan de 600 abonnees. En dan zie ik je heel erg graag zaterdag weer. Dus tot zaterdag!